Luister naar de grootste collectie muziek en vertellingen voor de reformatorische doelgroep. Met onze app kun je altijd en overal luisteren, ook als je even geen internet hebt. Probeer nu 30 dagen gratis op familystream.com. Voor de ideale combinatie van rente en veiligheid moet u bij Van Dam en Verkade zijn. Voor nadere informatie kijk op vandamverkade.com. Nou, ik kom s'ochtends uit bed om van het leven te genieten. Ja, ik voel me een gezegend mens. In mijn jeugd was ik zeker niet met kleding bezig. Dat is echt pas later begonnen. Ik zat veel meer in de automotive. Benzine in mijn bloed, dat heb ik altijd gezegd. En dat heeft zich ontwikkeld naar maatpakken. In mijn functie die ik hiervoor bekleed, droeg ik maatpakken. En vanuit het dragen van maatpakken ben ik het ook andere mensen gaan vertellen. En vanuit dat netwerk heb ik gedacht, ja, dit is eigenlijk zo mooi. Als ik hier met mensen kan werken en mensen een mooi product kan geven, ja, dat is onbetaalbaar. Ik merk dat dat een juiste stap is geweest in mijn leven. Ja, maatpak is eigenlijk wel een uniek product. Het wordt veel gezien door mensen als een duur product of een heel chic product. Terwijl maatpak eigenlijk uitstekend geschikt is voor elke dag. Het zit goed, het voelt goed. Je voelt je beter, maar het heeft ook te maken met het feit dat je dus zelf kan samenstellen hoe het eruit komt te zien. Zelfs je naam staat erin. Het is helemaal voor jou gemaakt. En dat heb je zelf gedaan. Het is jouw pak. Nou, het ondernemerschap voelt eigenlijk als een vis in het water. Ja, deze rol die past bij mij. De keuzes die je maakt en de visie die je zelf ontwikkelt en de dingen die je dan zelf weer oppakt om er wat moois van te maken, dat is voor mij het ondernemerschap. 1-op-1 gesprekken met klanten hebben, mensen blij maken met iets moois, daar ben ik heel erg trots op. Ik ben Bart Sanders van Bart Sanders Maatpakken en ik ben uw kleermaker. Wens ik u en jou en ons allen van harte een gezegend 2022 toe. Een gelukkig nieuw jaar onder de bescherming van de Almachtige God. Wat geweldig dat wij mochten beginnen met die prachtige en uitbundige psalm. Psalm 150. Alles wat adem heeft, loven de Heer dat ons dat mag tekenen in het komende jaar. Zullen we bidden.
Heere God, wij mogen dit nieuwe jaar met u beginnen. Met de schepper, met de formeerder, met de levende God. Die tijd en alles in zijn handen houdt. Want u bent de God van eeuwigheid tot eeuwigheid. En Heere, wij bidden om uw zegen over dit nieuwe jaar. Dat u ons tegemoet wil komen met uw genade. Dat u ons land en volk wil sparen. Heer, dat u ons niet doet naar onze zonde, maar wil aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En Heer, zo dragen wij dan ook deze momenten aan u op en zien uit wat u ook in dit komend jaar aan ons wil geven. En danken u voor dit programma waarin we u mogen eren en aanbidden. In uw naam. Amen. Thank you.
U hebt het zo even gehoord. Ga niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Wat een prachtig lied om ook dat juist in dit programma op deze nieuwe dag te mogen zingen, te mogen spelen met elkaar. Wat wil ik graag aan u voorlezen? Woorden die we vinden in Spreuken hoofdstuk 3, namelijk deze. Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet. En uw hart bewaren mijn geboden. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen u vermeerderen. Dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. Dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. Steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heere en wijk van het kwaad. Het zal medicijn wezen voor uw vlees en lafenis voor uw gebeente. Ik weet nog goed wanneer ik dit Bijbelgedeelte voor het eerst hoorde. Ik was beginnend student aan de Bijbelschool in Heverlee. En mijn kamergenoot Huip, wij spraken met elkaar over teksten waarom wij eigenlijk op die Bijbelschool terechtgekomen waren. Ik kende Huip van tevoren niet en hij mij niet. En ja, we kwamen zo samen, werden goede vrienden en tot de dag van vandaag. En Huip las deze tekst aan mij voor. En ik weet nog, ik ben opgegroeid met de Bijbel, die werd dagelijks aan tafel gelezen, dat mij dat enorm raakte. Hij kon hem uit zijn hoofd citeren en vooral dat gedeelte waar staat, vertrouw op de Heere met uw ganse hart, steun op uw eigen inzicht niet, ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Dat raakte mij heel diep, omdat het iets laat zien van de relatie van God en mensen. Het laat iets zien wat de Heere God eigenlijk wil. Zo nauw betrokken zijn bij ons aller leven. En dat is wat ik aan het begin van dit nieuwe jaar zo graag tegen u, tegen jou, tegen ons allemaal zou willen zeggen. Hier wordt gesproken als een liefdevolle vermaning aan een zoon of een dochter. En zelf ben ik gezegend met mijn drie zonen en mijn schoondochters en mijn kleinkinderen. Maar het is een onderwijzing die mij weer doet denken aan de tijd van mijn zoonschap bij mijn inmiddels overleden vader. En ik heb van hem mogen leren. Ik heb mogen leren van vertrouwen op God, van dankbaarheid. En dat wil ik mijn leven lang meenemen. En hier is het als het ware de vader die daar zit met zijn zoon of met zijn dochter en zegt, vergeet niet wat ik je heb meegegeven. Neem dat mee. En dat jouw hart bewaart wat ik je gezegd heb. En hier gaat het over de vader met een hoofdletter. Die zijn geboden, zijn wegen, zijn woorden aan ons allemaal wil meegeven. Lengte van jaren en jaren, lengte van dagen, jaren van leven en vrede zullen u vermeerderen. We wensen elkaar een goed, gelukkig nieuwjaar, een gezegend nieuwjaar. Dat doen we als we ons houden aan de woorden van de Vader. Er staat dat liefde en trouw je niet verlaten. Mogen wij liefdevolle mensen zijn? Mogen wij mensen zijn die trouw zijn? Ons ja is ja en ons nee is nee. Mogen we zo bekend staan. Bind het om je hals en je zult genegenheid vinden bij God en mensen. We gaan zo meteen luisteren naar prachtige liederen. U zij de glorie. Er is een lied, even een lied waar je eigenlijk als het gezongen wordt altijd bij gaat staan. Mag het zo zijn dat dit jaar, 2022, staat in het kader dat ons leven,
Ons alle leven, mijn leven, staat in het kader van U zij alle glorie. Amen. Thank you.
Probeer nu 30 dagen gratis op familystream.com. Voor de ideale combinatie van rente en veiligheid moet u bij Van Dam, Van Dam en Verkade zijn. Voor nadere informatie kijk op vandamvandamverkade.com. Nou, ik kom soms uit bed om van het leven te genieten. Ja, ik voel me een gezegend mens. In mijn jeugd was ik zeker niet met kleding bezig. Dat is echt pas later begonnen. Ik zat veel meer in de automotive. Benzine in mijn bloed, dat heb ik altijd gezegd. En dat heeft zich ontwikkeld naar maatpakken. In mijn functie die ik hiervoor bekleed, droeg ik maatpakken. En vanuit het dragen van maatpakken ben ik het ook andere mensen gaan vertellen. En vanuit dat netwerk heb ik gedacht, ja, dit is eigenlijk zo mooi. Als ik hier met mensen kan werken en mensen een mooi product kan geven, ja, dat is onbetaalbaar. Ik merk dat dat een juiste stap is geweest in mijn leven. Ja, maatpak is eigenlijk wel een uniek product. Het wordt veel gezien door mensen als een duur product of een heel chic product. Terwijl maatpak eigenlijk uitstekend geschikt is voor elke dag. Het zit goed, het voelt goed. Je voelt je beter, maar het heeft ook te maken met het feit dat je dus zelf kan samenstellen hoe het eruit komt te zien. Zelfs je naam staat erin. Het is helemaal voor jou gemaakt. En dat heb je zelf gedaan. Het is jouw pak. Nou, het ondernemerschap voelt eigenlijk als een vis in het water. Ja, deze rol die past bij mij. De keuzes die je maakt en de visie die je zelf ontwikkelt en de dingen die je dan zelf weer oppakt om er wat moois van te maken, dat is voor mij het ondernemerschap. 1-op-1 gesprekken met klanten hebben, mensen blij maken met iets moois, daar ben ik heel erg trots op. Ik ben Bart Sanders van Bart Sanders Maatpakken en ik ben uw kleermaker. Thank you.
zijn gekomen aan het eind van dit programma hier vanuit de Augustijnenkerk in Dordrecht. Aan het begin van het nieuwe jaar 2022. En we hebben allerlei liederen gehoord, we hebben vrolijke dingen gehoord, we hebben ingetogen dingen gehoord. Maar nogmaals, ik kom terug uit wat we lazen in Spreuken hoofdstuk 3. Over die vader die zijn zoon, zijn dochter vriendelijk toespreekt en het belang van zijn zoon, zijn dochter zo in het oog heeft. Mag ik u in alle eerlijkheid vragen? Kunt u dat zeggen? Dat u een kind van God bent? Kunt u zeggen dat wat er ook gebeurt in dit komende nieuwe jaar, na zo'n roerig jaar wat er achter de rug is geweest in 2021, kun jij zeggen, ja, ik mag mij een kind noemen van de Allerhoogste God. Weet u, dat is het allerbelangrijkste. Of we hem kennen. Dat we mogen weten zijn eigendom te zijn. En dan moet ik denken aan wat de Heer Jezus zei. Allerbelangrijkste wat we vinden in Openbaring 3. Hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, je zou dat kunnen zeggen, de deur van je hart opent, dan kom ik bij hem, bij haar binnen. En ik zal maaltijd met hem of haar houden. En hij of zij met mij. Open de deur van je hart voor deze heiland. Dan ben je gered voor de tijd en voor de eeuwigheid. En dan begint de maaltijd met hem, die het beste is wat een mens ooit kan overkomen. Zullen we danken. Heer Jezus, u komt als de reine, de heilige, naar mensen toe die zondaren zijn. En u wilt deze mensen nieuw maken. En u doet dat door in ons leven te komen. Heere God, u bent zo geweldig. En u klopt op de deur. En als de deur open gaat, dan komt u binnen. En wordt ons leven anders. Heere, dan wordt dit een gezegend jaar. We prijzen u voor uw verlossende werk, Heere Jezus Christus. Dat u betaalde voor de zonde aan het kruishout van Golgotha. En dat u opstond, opgestaan bent en u komt terug. Glorie voor uw naam. Amen. Thank you.
Probeer nu 30 dagen gratis op familystream.com. Voor de ideale combinatie van rente en veiligheid moet u bij Van Dam, Van Dam en Verkade zijn. Voor nadere informatie kijk op vandamvandamverkade.com. Nou, ik kom 's ochtends uit bed om van het leven te genieten. Ja, ik voel me een gezegend mens. In mijn jeugd was ik zeker niet met kleding bezig. Dat is echt pas later begonnen. Ik zat veel meer in de automotive. Benzine in mijn bloed, dat heb ik altijd gezegd. En dat heeft zich ontwikkeld naar maatpakken. In mijn functie die ik hiervoor bekleed, droeg ik maatpakken. En vanuit het dragen van maatpakken ben ik het ook andere mensen gaan vertellen. En vanuit dat netwerk heb ik gedacht, ja, dit is eigenlijk zo mooi. Als ik hier met mensen kan werken en mensen een mooi product kan geven, ja, is onbetaalbaar. Ik merk dat dat een juiste stap is geweest in mijn leven. Ja, maatpak is eigenlijk wel een uniek product. Het wordt veel gezien door mensen als een duur product of een heel chic product. Terwijl een maatpak eigenlijk uitstekend geschikt is voor elke dag. Het zit goed, het voelt goed. Je voelt je beter, maar het heeft ook te maken met het feit dat je dus zelf kan samenstellen hoe het eruit komt te zien. Zelfs je naam staat erin. Het is helemaal voor jou gemaakt. En dat heb je zelf gedaan. Het is jouw pak. Nou, het ondernemerschap voelt eigenlijk als een vis in het water. Ja, deze rol die past bij mij. De keuzes die je maakt en de visie die je zelf ontwikkelt en de dingen die je dan zelf weer oppakt om er wat moois van te maken, dat is voor mij het ondernemerschap. 1-op-1 gesprekken met klanten hebben, mensen blij maken met iets moois, daar ben ik heel erg trots op. Ik ben Bart Sanders van Bart Sanders Maatpakken en ik ben uw kleermaker.